Dit is het dorp waar ik tijdens een van mijn vele zwerftochten doorheen trok. Maar ik ontmoette in de keuken van de burgemeester, van het burgemeestershuis waar ik aanklopte, voor een kopje koffie, juffrouw Saatje. We bevielen elkaar zo goed dat ik in het dorp ben blijven wonen. En het is nou al 14 jaar achter elkaar. De neef van de burgemeester, de baron, die op het kasteel woonde, was me bereid met zijn tuinhuisje af te staan. En daar woon ik nu nog, maar alleen 's winters. Zomers ga ik werken met de boeren in de omtrek. En 's winters bij de molenaar even buiten het dorp. Op de dag waarop dit avontuur begint, een sombere novemberdag, had ik een paar zakken graan naar de molen gebracht en liep terug naar de dorpsstraat. Want ik besloot mijn oude vriend Malle Pietje met een bezoekje te vereren. Daar komt Schiepertje, daar is Schiepertje, onze Schiepert met zijn ingedrukte hoes. Daar komt Schiepertje, daar is Schiepertje, onze Schiepert is des malle dingen doet. Hij leeft een vrolijk leven, hij luistert nooit naar raas, want zijn brutale grappen maakt ons er zich van kant. Daar komt Schiepertje, daar is Schiepertje, onze Schiepert. Het avontuur begon met een kwartje dat ik voor de deur van Pietjes winkel vond. Ja! Nou, als dat geen goed begin is van de dag, dan weet ik het niet. Mensenlief vind ik me daar zomaar een kwartje. Een echt kwartje? Nou, geloof me best. Ja hoor, een echt zilveren kwartje met het zilveren koppetje voor onze Willemien. Nou, als de nood het hoogst is... Hey daar. Nou eens, daar hebben we onze brom. Ja. Anders zien we elkaar nooit en dan plotseling lopen we elkaar 3 keer per dag tegen het lijf. Wat deed jij daar zo even? Ik? Ja, jij. Niks bijzonders. Ik was op weg naar Versailles. Toen dacht ik, weet je wat, laat ik eventjes langs mijn vriend Malle Pietje gaan, want die heb ik een tijd niet gezien. Zo. Ja. Wat deed jij daar zo even toen je de hoek om kwam? Toen ik de hoek... Ja, ik moest even nadenken, maar... toen danste ik gewoon. Ik deed een paar huppelpassen, een paar leuke... Wou je zo zeggen dat je in het dorp een dansverbod hebt opgelegd? Ja, zeg, stel je maar niet aan. Je weet hoe ik ben, hè? Mijn voeten zijn net 2 jonge honden. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou, je verveelt me. Uitstekend, uitstekend. Gewoon doorlopen en vergeten wat je gezien hebt. Aju. Ja, dat zou je wel willen, hè? En kom, je staat maar niet voor de gek te houden, hè? Wat wel? En nou vroeg ik jou daarnet, wat deed jij daar zo even toen je die hoek om kwam? En toen had jij moeten antwoorden, ik bukte me en ik raapte iets op. Nou snap ik er niks meer van. Je lijkt net de schoolmeester, die vraagt ook altijd van alles wat hij zelf al weet. Wat raapte jij op? Oh, dat! Moet je wel voortaan wat duidelijker wezen. Wat? Ik zeg, je moet voortaan wel wat duidelijker wezen. Wat raapte jij op en wat stak jij zo vlug in je zag toen je mij aan zag komen? Man, ik heb je helemaal niet aan zien komen. Het enige wat ik voelde waren een paar vleesige vingers op mijn schouders. En nou voor de laatste maal, wat raapte je op en een beetje vlug? Ja. Hier nou, een zilveren kwartje. Een zilver kwartje? Ja, zilver kwartje, ja. Ja, zo. Ja. En wat denkt meneer ermee, hè? Meneer die stak het in zijn zak. Ja, dat is helemaal het. Maar ja. Moet ik het dan niet stoppen in mijn oor? Van wie is dat kwartje? Van wie? Van niemand. Oh, nee. En dan sta jij maar in je zak. Ja, had ik soms in jouw zak moeten steken. Had je maar gewild, hè? Wat ga je met een kwartje doen? Nou ja, wat had ik daarmee willen doen? Gewoon naar de slager gaan, een lekker stuk leverworst willen kopen. En als je erg lief bent, had jij ook een stukje van me gehad? En een zwiebertje dan niet een aardig kereltje? Nou, vergeet het maar rustig. Dat kwartje lag hier. Ja. Hier op de grond. Ja. Deze grond, dat is gemeentegrond. Dat kwartje behoort aan de gemeente. Ja, geef het dan maar gauw hier, voordat je moeilijkheden krijgt. Oh. Ja, oh. Aju. Hey, Bob. Nee, niks aan u. Nee, nee. Ik zal je even... Ja, naam zeg maar. Nou, zoek het dan maar. Zoek het maar. Zoek het maar. Niet kietelen. Niet kietelen. Hij heeft die mouwenkul. Zo. Zo, man. Ik heb het. Oh.
Je hebt vast wat anders uit mijn jas gepakt. Oh, hoe kom je erbij? Ja. Kijk maar, alleen maar het kwartje. Oh. Jij, nou zal ik... Mag jij nou doen? Nee. Hier. Ja, en nou zeg ik jou. 1, 2, 3, hè? Niks, 1, 2, 3, hè? Waar is dat nou? Oh, lala, veldwachter, het is wel grappig, maar het lijkt wel of je nu al de lente in je benen hebt. Tot Joris, tot Joris zijn belachbaar, hè? Ja, en jij, Sibber, wat voor spelletjes spelen jullie daar? Nou, kijk maar, hij kwam de hoek om in de zak, ik heb die buk, hè? Stil! Wat zit u? Stil, alsjeblieft, en één voor één. Ja. Jij is het veldwachter. Ik, ja, meneer, kijk eens. Hij, hè, Sibbertje, hè, meneer? Ik zag dat hij bukte en iets van de grond opraapte. Geld, meneer, en hij stak het in zijn zak ook. Ja, meneer. Oh, meneer, dat is allemaal waar hij jokt, hoor. Huh? Ik heb hem niet aanzien komen en ik heb het niet stiekem gedaan, meneer. Zo is dat, meneer. Ja, ja. Precies wat ik zeg. Ja, ja, nou, geld... Alsjeblieft, meneer, hij spreekt over zijn beurt. Ja, ja, geld, veel geld, de portefeuille, beurs misschien. Huh? Meneer? Ja? Kwartje. Maar... Een heel gewoon kwartje. Ja, ik had geen zin meer. Ik zat zwaar in de grond, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo, een heel gewoon kwartje. Ja. 25 centen, meneer. En dat doet meneer een gewoon kwartje, ja. Ja, nou, meneer. Kwartje. Ja. En veldwachter. En ook zal u vertellen, meneer. Ja, ja. Dat kwartje dat lag hier op de grond. Ja, ja. Dit is gemeentegrond, meneer. En dat kwartje, dat is een gevonden voorwerp. Ja. Meneer, dat kwartje dat hoort op een stadhuis thuis. En als niemand het opeist, dan kan het gestort worden in de gemeentelijke armenkastje. Ja, ja. Maar om zo'n kwartje stiekem in je zak te steken, meneer, dat is een verkapte diefstal. En het is mijn plicht, meneer. Om hier tegenop te treden. Ja, 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 ja. En waar is dat kwartje nu? Heeft Siebertje je het gegeven, veldwachter? Siebertje mij gegeven? Ach, meneer, laat me niet lachen. Hij probeerde tweemaal, meneer, tweemaal met de buiten ontkomen. Wat? Ja, maar ik was wel te vlug, meneer. Maar ik had hem te pakken, hè. En toen heb ik dat kwartje met geweld uit zijn zak moeten trekken, meneer. Maar hij pleegde even zet. Ja. Oh! Oh, dat mag je zeggen, dat... Veldwachter! Ja, meneer. Geef mij dat kwartje hier. Dat kwartje? Ja. Ik heb het niet, meneer. Ik zie het herover misschien. Ja, nee, meneer, dat kwam zo, dat kwartje, hè. Ja. Dat had ik in mijn hand, meneer. Ja. En toen liet ik het even van een zwiebeke zien. Ja. Maar die gaf een klap tegen mijn hand en de vloog. Nou, doet hij het weer, meneer. In uw eigen persoonlijke aanwezigheid. Ja, 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 jij hebt gelijk, veldwachter, je hebt gelijk. Ja, ja. Dat weet ik, meneer, dat weet ik. Super, kom eens in. Juist. Nou, Nel. Jij bent nog steeds naar dat kwartje aan het zoeken, hè? Ja, Nel. Want ik heb het nodig, begrijp je wel. Want ik heb helemaal niets. Dat is het enige wat ik nog had. Zo. Dat kwartje is anders van de gemeente, hè? Fieber? Maar de veldwachter heeft gelijk, dat kwartje ligt op gemeentegrond. Ja, tuurlijk. Veldwachter, ik respecteer jouw vlijt en plichtsbesef. Ja. Dank u wel, meneer. Ja, ik zal je ook niet verder van je werk afhouden. Ga verder met zoeken tot je het kwartje gevonden hebt en breng het dan even op het gemeentehuis, hè? Begrepen? Tot ziens, hè? Bedankt voor het kwartje, meneer. En niet meer kibbelen. Nee, ik wil het niet, meneer. Nee, hoor. We knibbelen niet meer. Nou, kijk wat ligt. Dat zal een gezoek worden. Ja, zeg dat wel. Nou, ik hoef niet zo te zoeken. Ik hoef niet te zoeken. Ja, ja. Hé, wat nou weer? Je hoeft niet zo lang om in je eentje te zoeken, hè? Sta me nou alsjeblieft niet maar te Maar laten kennen. We het spelletje nou samen uitspelen. Ik help meezoeken. Wat? Ja. Meen je dat? Ja. Dat is geweldig, zie. Ja, dat niet zo. Gaan we samen zoeken. Goed, zoeken. Ja. Nou, doe niet zo blauw. Koest, hek thuis. Ga jij die blauwe kul. Ga nu zoeken. Vooruit. Zo. Sliebertje, ga nou zoeken. Doe niet zo eigenwijs. Wacht. Sliebertje. Kwartje. Jij hebt het gevonden. Ja. Brave Vicky. Braaf hondje dat je er bent. Ik ga het direct naar het stadhuis brengen. Ja, dat doe ik. Hoe gekker of je tegen die man doet, hoe gewoner of hij eigenlijk wordt. Nee, joh. Eens even kijken of die thuis is. Wat is dit nou? Zaak gesloten? Zou hij misschien nog slapen? Dat is helemaal het dood. Tijdelijk alleen. Tijdelijk alleen, hij is altijd alleen. Alleen. Tijdelijk alleen. Nou, tijdelijk alleen.
Opent. Van 2 tot 6 uur. Smid. Ah, van 2 tot 6 uur is alleen maar open. Die ligt natuurlijk nog zwaar in zijn kooi te pitten, te zoezeren. En zijn vrienden hadden een beetje buiten op de stoep staan. Nou, dat is aardig hoor. Malle Piet wordt luie Piet. Nou ja, moet hij zelf weten. Wat zullen we dan gaan doen? We gaan naar Saar. Die heeft vast de koffie klaar. Dat is waar. Mooi. Dit zijn gelukkig droog. Goedemorgen. Je maakt me schrikken. Dag, Zwiever. Je komt als geroepen. Aha, ik kom eens roepen. Je hebt de koffie klaar. Nee, de koffie is niet klaar. Wat denk je wel zo vroeg in de morgen? Nou, voor midden in de nacht is ik wel een kopje koffie. Nou, dan zoek jij er maar een vriendin die jou midden in de nacht een kopje koffie komt brengen. Ik ben zo gek niet. En ik dacht juist dat je wel zo gek op me was. En ik dacht dat jij zo gek zou zijn om dat te denken. Nou ja. Oh, fijn dat je me even komt helpen, Sief. Ja, schat de boutje. Alsjeblieft. Het is stevig, vast. Ja, nou. Ja, dat moet ook. Ja, pas op. Ze weg. Speciaal. Dankjewel. En nou naar binnen. Ja, zag je dat ik buiten bleef? Fijn dat je me even helpen wil, Sip. Zo. Kijk eens, als jij dit vastpakt, ja, en dan dubbel slaan. En dan... Wie moet dubbel slaan? Ik? Nee, het laken natuurlijk. Ook laken. En dan goed gelijk trekken, hoor. Wacht even, precies, ja. Hebben? Ja, en nou zo heen en weer trekken. Ja, Sieper! Oh, huh? Kijk nou eens. Ik heb een hele vlek op. Een hele vlek op? Ah, dan kom je erbij. Niks ervan. Kijk nou, dit is een... Een edelge hakbare onze lieve heersenbeestje. Oh, lieve heerbeestje. Ja, en nu is met 7 pukkels op je kit. Nou, laat dat maar vliegen. Vliegen? Ja, natuurlijk. En kom me dan helpen. Dag, lieve heerbeestje. Dan ga jij maar lekker vliegen, hoor. Nou, maar gelijk een noodlanding. Ja, nou, daar gaan we. Anders krijg ik geen koffie, zie je. Nou, hier zo. En dan draaien? Ja. Wil jij draaien? Draaien? Waar dan? Daar dan. Hier dan? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Pas op. Ik heb geen masbakkie. Ja, maar het gaat lekker. Fijn dat je gekomen bent. Ja, oh, ik vind het ook zo fijn. Ik ben zo blij dat ik gekomen ben. Hoe ben ik blij dat ik gekomen ben? Dag, juffrouw Kaartje. Hé, ken je mij niet groet, hè? Ik heb je nog vanmorgen al gezien. Oh ja, zo. Ja, juffrouw Saartje. Ja. Dan moet je even luisteren. Ja, luister eens even zo. Meneer? Wat? Juffrouw, kom eens even mee. Het is van alleen voor uw oren bestemd. Oh. Alleen voor uw oren bestemd? Ja. Dan moet je goed luisteren, juffrouw Saartje. Weet je wel, achter de kerk is vandaag de hele dag. Maar weet je wel, vreselijk gewoon. Ja, een hele grote vechtpartij. Ja. Ik was er helemaal niet bij, dus ik heb het helemaal niet gemist. Heb je dat dan niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Dat is een ding wat zeker is. Wat doe je nou, Zwiebe? Hey, Zwiebe, wat doe je nou, Zwiebertje? Hey. Zwiebe, hou op! Zwiebe, ga je uit! Doe, Zwiebe, maak ons los! Zwiebe, ga je uit! Zwiebe! Zwiebe, ga je uit, zeg ik! Wat is dat hier voor een spelletje? Meneer. Dag, meneer. Neemt u me niet kwalijk, maar ik heb een geheimtje voor u. De ene helft zit in Saar en de andere helft zit in Brom. Geheim, wat praat je nou voor onzin? Nou, hij fluistert in Saar een geheim in de oor. Dat heb ik het meteen maar goed voor u ingepakt. Zo. Ja. Mijn veldwachter verraadt geheim aan juffrouw Saartje. Staat je helemaal die mooie veldwachter? Oh. Het was maar een heel klein geheimtje, meneer. Een heel klein geheimtje, meneer. Heel klein. Ik heb het goed ingepakt. Ja. Meneer, het was gewoon een roddelpraatje. Roddelpraatje, zo dat nog. Dus het haakjes, heb je dat gemeentekwartje nog gevonden? Jazeker, meneer. En ingeleverd op het bureau? Nee, nog geen tijd gehad, meneer. Het zit nog in mijn zak. Oh, ben je andere roddelpraatjes zeker op geborgen, hè? Zie we, bevrijd onze gevangenen maar. Als even op roddelpraatjes ben ik hier gestapt. Oh, dit is niet kwalijk, meneer. Ik ga de verkeerde kant op. Ik zal die even bijpakken. Doe nou, de andere kant op. Ja, ik ga al. Zo. Dank je, Zwiever. Ja, alles ingevoerd, opgevoerd, afgevoerd en uitgevoerd. Dank je, Zwiever. En Saartje? Ja, meneer. Pas op voor roddelpraatjes. Oh, meneer, die gaan bij mij het ene oor in en het andere uit. Hoor je het, veldwachter? Bij jou gaan ze blijkbaar het ene oor in en je mond weer uit. Dat valt me helemaal niet, veldwachter. Tot die horens, meneer. Goed, dan hebben we elkaar heel goed begrepen. Ja, meneer.
meneer. Zo. Waarom deed je nou zo mal? Nou, de tweede keer vandaag dat ik iemand voor de burgemeester belachelijk maakte. Dat moet meneer nou al niet denken. Ja. En om te vertellen dat ik roddelpraatjes verkoop. Nee, dat zei ik. Het was ook een roddelpraatje. Roddelpraatjes? Nee, dat zei je helemaal niet. Het waren roddelpraatjes. Als ik dat zeg, dan is het waar. Als je van Kakelaar wat zegt, hoef jij dat niet altijd te geloven. Ik heb nog een getuige vernomen. En die heeft alles van die vechtpartij bevestigd, je Verzaadje. Ja, zo gaat het altijd met roddelpraatjes. Ja. Nee, je Verzaadje, dat was in vertrouwen. In vertrouwen, hoor, je Verzaadje. Ja, in vertrouwen telt de ene dan een ander. En binnen de duur weet het hele dorp het. Oh, nou, ik begrijp het al. U bent ook al tegen me, hè? Nou, dat is goed. Dan ga ik wel. Ja, en denk erom het doortje in, hoor je uit, hè? Goedemorgen, Verzaadje. Ja, zeg dat vooral, goedemorgen. Het is nogal een goedemorgen. Ja, dan Veldmaat, een goedemorgen. Jij nog goeiemorgen tegen me. Ja, ik zeg goeiemorgen. Oh ja, pas aan me op, jongetje. Jou krijg ik nog wel, hoor. Jij bent nog niet van me af. Nee, hoor. Oh, nee. Nee. Doe het liever zonder jouw hulp. En dan? Ben je nog kwaad op me dan? Nou, je moet ook jij met je rare inval. Ja, ik wist toch niet dat de burgemeester in aantocht was? Zonder meneer was het al gek genoeg. Ja. Dan ga ik maar. Ja. Even een malle pietje. Oh nee, kan niet, hij is ziek. Ziek? Ja. Hoe kom je daar nou weer bij? Zijn winkel is gesloten. En vanmorgen was hij hier nog met zijn karretje. Ik heb hem zelf nog gesproken, zo gezond als een vis. Waar ging hij er naartoe? Met een vergulde kip. Die hebben toch nieuwe eigenaars gekregen? Daar weet ik niks van. Ja. Wat heb jij daar nou mee te maken? Hij helpt met de verbouwing al dagenlang. Oh, is dat het dan? Ja. Kan ik het er even te doen? Ja, onze veldwachter weer verdwenen. Ja, meneer. U moet hem niet zo plagen. Mm-hmm. Dat is maar een gewoon buurpraatje. Oh, vertel mij niets over die zogenaamde buurtpraatjes. Toch niet van je dat je onze veldwachter zo verdedigt, hè? Nou, beste mensen, ga er weer eens vandoor. Tot vanmiddag, hè? Ja, dag meneer. Tot ziens. Zeg je toch, meneer? Mijn nog steeds kwaad op je vriendje? Nou, niet echt kwaad natuurlijk. Maar je moet niet zo raar doen als er een ander bij is. Nee, alleen maar alleen als we met z'n alleen met z'n tweeën alleen. Zijn alleen. Nee, ga maar. Ja, is goed hoor. Dag dan. Sweep. Tafel staat de koekjestrommel. Pak hem maar in. Op dat moment, dat doe ik niet meer. Ja. Mag ik er één nemen? Ja. Waar dan? Onder het laken. Oh, hier. Hebben! Ja? Ik neem een grote ronde. Nee, een lange met nudiums. Oh. Kijk, dat ben ik nou niet aardig. Ik heb er maar één gepakt. Wat zal die me smaken? Wat hoor? In plaats van koffie. Dag. Oh, wat een rare betoning. Die arme veldwachter. Met Zwiebe weet je ook nooit waar je aan toe bent. Dat winnen de nieuwe gordijntjes van de vergolde kip. Oh. Vind je ze mooi? Ja, is leuk. Een lekker ruitje zit erin. Ja. Je mag ze niet laten vallen, want zijn ze allemaal stuk. Zeg, luister eens, die man die van die vergulde kippen, is dat voor een soort kerel? Nou, die man heet Driekus Dommel. Oh. Ja, het is een goed zak van een kerel, hoor. Daar niet van. Waar dan wel van? Ja. Dat zou ik zeggen. Het is er eentje van het nietsdoenerige type. Het nietsdoenerige type? Ja, je moet maar eens kijken als je hem ziet. Het is een beetje rustige man. Hij is eigenlijk de waas niet, hè? Wat bedoel je daar nu weer mee? Nou ja, hij is wel de baas natuurlijk, maar hij is niet echt de baas, begrijp je? Hij woesteling? Geen woesteling, dat is hij niet. Wat dan? Nee, hij is meer een soort dotter. Bedoel je mij soms? Ik, jou? Ja. Driekus is een dotter. Oh, Driekus is een dotter. Ja, die zit alsmaar op een stoel en dan dot hij meestal in, hè. Oh, een lekker levendig knaapje. Ja. Nee, de eigenlijke baas is de baasin. Oh. Is een vrouw. Ja, die weet van aanpakken. Ja. Aardig mens. Ja, met haar op haar tanden. Nee. Een heel hartelijk mens. Hartelijk mens? Ja, zeker. Dat is echt waar, hoor. Ja, nee. Maar die deelt als het ware de lakens uit. Ja, dat deed ze vanmorgen ook. Oh, ja. Stien hiet ze. Instieten? Ja, Stien. Oh, Stien, ja. Ja, ik moet alle zaken met haar bespreken. Oh. Ja. Ja. Zeg, Fief. Als je morgen even tijd hebt, ga dan even met me mee. Misschien kan je dan even helpen. Hm? Ja, natuurlijk. Centen verdienen?
Ja, vanzelfsprekend. Hé, hey, hey. Zit je nog krap? Nou, en of? Hm? Of ik krap zit? Hier, dit is mijn hele bezit. Wacht even hoor, waar heb ik het nou? Mijn hele bezit heb ik vanmorgen van de burgemeester gekregen. Kwartje. Ja, toch niet gebeid, hoor? Nee, wel nee, gewoon cadeau. We krijgen een soort opwelling. Oh, nou, maak dat de kat was. Ja, kat? Nou, ik zou de wessen wel hebben. Nou, nee, ik heb het gewoon een soort raal, maar dan kan ik je niet vertellen, is een geheimpie. Oh. Nou ja, goed, als je het niet wil vertellen, vooruit dan maar. Ja. Maar, ga je dan morgenochtend met me mee? Ja, tuurlijk, hoe laat? Nou, laten we zeggen 8:30. Ja, wat is nou 8:30? Nou ja, dat komt er niet op aan. Nou, dat komt er niet op aan. 8:30. Zeg maar, wil je nou eerst eventjes meehelpen achter zagen? Hé, hey, ga er even, brommetje. Wil jij een goeie sigaar verdienen? Wat wil je? Nou, Piet heeft gevraagd of jij en ik hem even willen helpen achter in de winkel een beetje te zagen. Als voor Van Dijk is. Ja. 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 Van Dijk, nou, echt niet te lang duren hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind het erg aardig van je veldwachter als je even wil helpen hoor. Oh, ja, natuurlijk. Als je uniform maar niet vuil wordt, hè? Ja, dan zeg je zo wat. Nou, ik kan toch wel even uittrekken? Ja, ja. Natuurlijk. Leg even je jasje uit. Ik kom op het idee om het uit te trekken. Hè? Dat is knap gevonden hoor van hem. Ja. Ja, maar je weet het, het is een gemeenteuniform. Ja, ja, natuurlijk. Het is een gemeenteuniform. Ja. Ja. Nou, daar ga ik. Hoi. Kom maar. Doe het met jou. Nou, hé. Gaat die even mee? Ja. Dan zal ik de heren wel eventjes voor. Ja, dat is goed hoor. Ga maar zitten. Hé. Dat kan nou niet een gedachte hebben. Ja. En je verzaad, je hebt er ook niet naar gevraagd. Nee, maar dat is dan veel te druk met lakens opvouwen. Ja, ik zal wel. Dat moet je kijken. Je verzaad, die had graag een plankje op de kamer. Waar een paar. Oh, stil, jongen. Een paar potjes op konden. He? Nou, en dat heb ik. En die plank staat daar voor. Ah. Oh ja. Hé, kijk eens, ik heb hem vast gevorven. Nou, hij is al droog, hoor, gevorven. Oh, nou, mooi. Nou, voor elkaar. Hé? Ja, en dit ding moet ik... Ja, zeker, dat ga je toch wel? Je kan toch wel vast steunen met een vast schroefje tegen een houten wand aan schroevelen? Voor zag kan ik al een schroeven. Nou dan, alsjeblieft. Ja. Morgen, nou. 8:30. Ja, kom voor elkaar, kapitein. Ik zal zorgen dat ik hier op tijd ben. Hé, hey, ja. En ga vast naar achter, ga je knikken je velpen. Die staat nog steeds te zagen. Hé, u, kom maar. Laat dit niet horen, hé, u. Ja, ik wou het Van Dijk nog niet een keer vragen. Nee. Hij had het toch al zo druk. Ja, zal ik je even de weg wijzen? Nee, laat maar. Ik ken alleen de weg wel. Ja, maar je weet toch niet waar ik die plank wil hebben? Nee, dat is waar. Ga jij er maar voor. Oh, wacht even. Voor je weg gaat. Heb jij voor mij misschien een schroevendraaier? Ja, natuurlijk. Want ik moet zo roeren. Is die goed? Uitstekend, kan niet mooier. Heb je nog een hamer op? Nee, ik heb daar wel genoeg aan. Gewoon maar een schroevendraaier. Dan gaan we. Ja, gaan we. Hupsakee, op naar de plank en schroevendraaier. Zo, nou, ik zou zeggen, ga ik even een stoel pakken. Hè? Kunnen we even rustig zitten en uitblazen. Hè? Zo, ga zitten. Hé, wat? Oh, nee, daar heb ik nou geen tijd voor. Ik moet er nou van tussen. Nee? Nee, oh, nee. Nou, dat spijt me wel, maar moet je weer even wachten. Even wachten. En ik heb nog wat anders voor. Oh ja? Ja, wacht even. Ik ben benieuwd. Oeh. Nee. Dan ga je van opkijken. Kijk er eens even. Alsjeblieft, dat heb je dik verdiend. Dat zijn beste, zeg. Ja, dat zijn feestsigaren. Ja, maar het is wel een beetje te veel om in mijn pet te steken. Heb jij geen doosje of zo? Ja, een heel klein doosje. Ja. Misschien wel. Even kijken. Hier, zo.
Alsjeblieft. Ja, zet maar even neer, hoor. Ja, ze kunnen niet overdwars, dan maar in de lengte. Ja. Goed zo. Ja, geef jij mijn jas even. Ja, vooruit. Zo, kom hier. Zou je wel even helpen? Ja. Man, hoe hou je het uit? Zo'n stijve uniform jas. Ja, 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 Van Dijk, maar dat brengt nou eenmaal mijn beroep mee, hè? Zo. En dan hier je centuurtje. Centuurtje? Met dienstkoppel zou je bedoelen. Zo. Ja, ik ben geen agent. Nee, maar ik wel. En ik moet er goed uitzien. Keurig netjes als de burgemeester me tegenkomt. Want dan... Is er iets? Verdraaid. Mijn sabel. Je sabel? Nou ja, misschien heb je er vanmorgen brood mee gesneden en legt die op tafel nog bij Cornelia. Tafel bij Cornelia? Nou nee, man, ik weet zeker dat mijn sabel in mijn dienstkoppel zat en ik hem hier op de toonbank neergelegd heb. Ja. Waar kan die nou wezen? Ja, nou, dan gaan we toch even kijken. Wacht nou even, weet je niet zo op. Het kan best zijn dat hij hier zit. Nee, hier is geen sabel te zien. Dan is die gestolen. Gestolen? Ja. Ach, kom nou. Wie steelt er nou een sabel bij mij in de winkel? Wie? Dat is een strijk van Zwiebertje. Die zit me al de hele dag dwars. Maar nou zal ik hem krijgen, hoor. Dat is geen grapje meer. Hiermee heeft hij mij onteerd. Ah, man, je ziet het toch indrukwekkend genoeg, hè? Indrukwekkend? Wat is een veldwachter zonder sabel? Ik durf niet eens meer onder de ogen van het publiek te komen. Waar kan die kerel uithangen? En nou rustig, hè? Hoi, wind je niet zo op en vooral kalm blijven. Je weet best waar hij is. Hij is bij je versaatje op Karrewei. Bij je versaatje. Juist. Hé, hey, wat? Kijk je sigaar niet? Och, man. Ja, het is ook een stomme strijd van Zwiep. Dat had hij niet moeten doen. Nou, Brom zal hem wel lekker op stok geven. Het is een soffert, hè, Chago? Nou. Dit dan bovenop en ach nee, laat ik eerst eventjes de plankjes halen. Hallo Jolie, joho! Pieter, joho! Hier is Sweepy, joho! Hey, hoor eens even, Jago, je baas is weer met met de hooggrachtgymnastiek bezig. Ik ben hier, ho! Oh. Ben jij daar, ho? Oh? Ja. Dan kom ik even... Daar, ho! Oh. Koe! Zo, even helpen, hè. Dan moet je... Wacht even. Hier zo, op de plank. Hey, ho, ho! Nou, ik heb je nog zo gezegd. Je moet niet te veel op je schouder leggen, dan valt het eraf. Ja, ja, lady. Dat is wel hard, hoor. Is hier ook? Ja, zet daar maar even hier op. Hé! Hey. Hé, hey, ja, kijk een beetje uit, zeg. Dat is nou toch ook wat. Wat dan? Nou ja, je hebt me bijna... Oh, dat is... Hey. Bijna weer. Nou, hey. Ja. Nee, nee, dat is jouw door, hè? Ja, ja, ja. Jij wil het hey, eens doen, ja. Ja, ja, nee. Geef het, blijf van. Ja, ik heb een doelpunt, een doelpunt. 1-0 voor mij, 1-0 voor mij. Dat kan wel wezen, maar dat vind ik toch geen strijd van jou. Want je moet eens even kijken. Jongen, jongen, ik ben door de mangel met mijn spieren. Ga maar uit. Jongen, hoe stijf dat ik was. Oh. Het lijkt wel of ik een degen had ingeslokt. Oh. Zeg. Ik ben er asiamatisch van. Over degen gesproken. Over de vetten? Ja. Heb jij de sabel van Bromsnor al teruggebracht? Waar heb je het nou over? Ah, hou jij nou maar niet van de domme. Ja. He, je weet heel goed waar ik het over heb. Ja.
Ja, ik, hè? Een sabelgapper? Ja. Ik begrijp niet wat je het over hebt, hoor. Ja, dat vond ik geen streek van je. Nou, de heer Bromsnot, ik kwam vanmorgen al vroeg voor de deur. Oh, hij zou je benen breken en ik heb die man nog nooit zo nijdig gezien, man. Piet, zo waar als ik hier met je op de vloer zit, ik weet van niks. Ik heb geen sabel gegapt. Je jokkent niet? Hand erop. Nou, dan begrijp ik er niks meer van. Ja, maar ik moet er alleen maar om lachen. Nee, ik snap er niks van, want dat bekend om wat nagaan. Ah, laat hem maar. Ik moet erom lachen. Die sabel die kan maar gestolen worden. Ja, die is juist gestolen. Nou dan. Nou ach, ja, maar Bromsnot die voelt zich net als een hond zonder staart. Ja, ja, en hij verdenkt jou. Nou ja, zeg. Nou, klaar zijn we. Ja, nou, je ziet maar, ik heb je gewaarschuwd. Ja. Maar kom, laat hem nou opstaan, hè. Ja. We moeten naar de vergolde kip. Wacht even. Nou, karma. Zeg, Sweet. Ja, ik heb hier een bal voor je. Ja? Een gouden bal. Ja, kijk, geef hier alsjeblieft. Ja. Dan kan ik het completeren. Wat moet je? Ik kan het eventjes afmaken. Ja, kijk uit. Hou vast hoor. Ja, hebben. Het is een beetje wiebelig. Zo, nou. Je verdommel, de zaak hangt. Nou, kom eens even kijken, is het zo naar genoegen? Nou zeg, dat heb je keurig gedaan. Wat jij, Driekus? Ja. Ja. Dankjewel. De zaak hangt. Ja. Dat Van Dijk keurig die gordijnen heeft gemaakt. Nou. En opgehangen. Dankjewel. Graag gedaan. Zeg, was je daar alweer in geslapen? Ah, oh, nee. Ik zat even na te denken. Kost wel allemaal veel geld, hè? Was dat nou allemaal wel nodig? Ach, als je het hier gezellig wil maken, dan als je gasten wil trekken, dan moet je het gezellig maken. Zo is het nou eenmaal, dat kost nou eenmaal geld. En de kost gaat voor de baat uit. Dat is een oude wijsheid, joh, verdomme. Zeg maar voor dan gewoon Stien, hè? Dat is veel gezelliger. En noem een man maar Driekus. Ah, goed? Ja hoor, kom maar aan. Noemt u mij dan maar Malle Pietje gewoon. Ja, zo heet hij. He? Ja. Juffrouw uit Stien. Ja. Ja. En dat is mijn kameraad. Swiebertje! Swiebertjes! Swiebers! Of wat u maar noemen wil. Hallo? Zeg, zou jij niet opstaan? We zien met je handen. Ja, wat ik net van plan. Zeg, wat zei je nou, heet je Swiebertje? Ja, is er iets op tegen? Maar wat bekomt u niet? Nee, maar vanmorgen die veldwachter, Driekus. Ja. Wat? Oh! Ja, dat is waar. Wat? Die stoof hier naar binnen en die vroeg me of een zekere Swiebertje hier ook was. Ik geloof dat hij een appeltje met hem schillen wou. Zeg, stel niet te lachen. Die man deed zo nijdasserig. Ja. Het leek wel of hij met je op de vuist was. Ja, dat klopt. Want hij denkt dat Swiep die sabel heeft gestolen. Als hij nou maar niet terugkomt. Nee, want dan zwaait er wat. Nee. Zeg, kun je niet beter weggaan? Nou, ik zal het vertellen. De Westien. Echt waar, ik ben zo onschuldig als een pasgeboren lammetje. En met uw permissie, ik blijf. Nou ja, je moet het zelf weten. Dan gaan we nou aan de arbeid, Sweep. Ja. Want de tappenkastvloer is nog niet helemaal klaar. De tappenkastvloer. En ik moet nog een paar plankjes hebben. De tappenkastvloer. Nog genoeg. Nou, dat is het wel. Jongen, die twee die weten van alles te pakken, hè? Ja, nou. Beter dan jij, Driekus Dobbel. Ja, maar ik hou ook meer toezicht. Het is ook werken, hoor, Stien. Kopie, hè? Als jij nou eens eventjes mee hielp en die stoel op zijn plaats zet. Maar daar moeten ze toch aan de vloer werken? Hier, maar daar niet en daar ook niet. Het toe, steek je handen nou zo de mouwen. Ik wou maar uitsloven. Ga je nou? Ja, het sloeg al. Hoegal. Zo. Ja, Bert. Hé. Ik weet het niet meer hoor. Vanmorgen is een huisje geweest. Meneer was niet thuis. Nee, natuurlijk was hij niet thuis. Hij was met mijn zabel op de vlucht. Hou dan toch op met je gezeur en drink je koffie op. Gezeur?
Wat is een veldwachter zonder sabel? Ik ben nou een veldwachter met koffie. Ja, nou ja, goed. Maar ik zeg u, ik was vanmorgen nog aan zijn huisje. U weet wel wat hij van meneer de Bron gekregen heeft. Ja. Niks hoor. Nou, toen ben ik naar de winkel van Malle Pietje gegaan, maar daar was hij ook niet. In de vergulde kip. Nergens. Niks. Ja, als jij niet ophoudt met je gezeur, stap dan maar liever op. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, juffrouw Saartje. Ik dacht dat die vanmorgen een beetje ging helpen met Van Dijk. Ah, dat was toch gisteren, juffrouw? Nee. Hè? En dan helpen? Sabeltjes jatten. Nee, ik bedoel bij de vergulde kip. Oh. De vergulde kip, daar ben ik vanmorgen nog. Ik was misschien veel te vroeg. Ik ga. Geen dank voor de koffie, hoor. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel natuurlijk wel, juffrouw Saartje. Hartelijk bedankt. En ook voor de tip. Veldwachter. Juist, heel goed. Wat is er? Ruik jij dat ook? Wat dan? Nou, iets van gebakken spek of zo. Ja. Dat zou fijn zijn. Kan ik even ruiken? Even ruiken? Ja. Ja, nou zeg, ruik ik het ook? Ja? Ah, jullie ruiken het al, ja. Ik bak spekpannenkoeken. Oh. Ik dacht, het loopt tegen etenstijd, jullie zullen wel trek hebben. Nou. Maar even geduld, hoor. Nee, nou, fijn hoor. Ja, hoor. Driekes! Ah, wat nou weer? Hang even die lantaarn op buiten. Oh. Ik maar sloven. Stop, daar komt de veldwachter aan! Wait. Hé, kijk achter de kapkast! Hé, Frosby, maak dat je wegkomt! Ja. Daar heb je al, hè? Vlug, onder de tafel! Moet je even kijken, hoor. Goedemiddag. Ik zei goeiendag. Hé, hey, veldwachter. Ben je daar alweer? Ja, zeg veldwachter, je zegt wel goedemiddag. Dan moet je niet naar je kaneel, ja? Oh ja. Huh? Waar is Zwiebertje? Huh? Ik herhaal. Waar is Zwiebertje? Hoort u dat, juffrouw Stien? Hij herhaalt. Wat zie je er toch kranig uit, veldwachter? Ja, het lijkt net een politiecommissaris. Ja. Wat een pakkie. Handen thuis, dat is geen pakkie. Dat is een uniform. Oh, waar staat je geweldig. En wat een figuur, hè? Ja, met zo'n figuur staat alles goed. Je bent een echte mooie man. Ja, dat is... Oh ja. Hier, pak een stoel. Ja. Ga zitten. Zoek een tafeltje uit, ja. Hè? Zo, dank u wel. Ik heb net pannenkoeken gebakken, spekpannenkoeken. Ja, die passen bij een man met jouw postuur, hè? Ho, juffrouw van Bommel. Dat is het verleiden van een ambtenaar in functie. Nou, ik weet niet hoe groot uw pannenkoeken zijn, maar deze tafel is beslist groot genoeg. Oh, maar bent u een grappige veldwachter. Jongen, de complimenten kunnen niet op. Een indrukwekkend uniform, een geweldig postuur, een spekpannencultuur. Hey, Van Dijk. Nou, niet jaloers worden, hoor. Jij hebt weer een mooie papegaai, nietwaar? Dat is waar. Zo. Nou, we gaan er eens lekker voor zitten. Wat hoor ik nou? Al die rotkatten. Zo, die zal wel smaken, denk ik. Wat? Oh, ja. Kijk eens even aan het tafelkleedje. Zo. Eerst de suiker en dan zijn vet, hè,
veldwachter. Oh, servet, want anders maak je nog vlekken op je mooie uniform. Ja. Wacht even. Je krijgt nog een mes en een vork. Oh. Dank u wel. Zeg, wat een tractatie, hè? Nou, ik ben blij dat u de kip hebt overgenomen, hoor. Ja, oh. Als ik u dan ooit eens ergens mee van dienst kan zijn, hè? Ook me aanbevolen, hoor. Eet smakelijk. Dankjewel. Maar die pannenkoek die rol ik toch even met mijn vingers op, hoor. Dat doe ik bij Cornelia ook altijd. Wat hoor ik? Rol je Cornelia op, veldwachter? Ach, wel nee, dwaze man. Ach, ik zal voor jullie ook een pannenkoekje halen, hè? Ja, maar, zo groot als een veldwachter krijgen jullie niet. Nee. Dat hoeft niet. Maar ik was er wel een. Zo. Kijk eens even aan. Ja, fijn, dank u wel. Alsjeblieft. Smaakt het? Wat zegt u daar? Smaakt het? Even proeven. Ja? Zo'n heerlijke, overheerlijke pannenkoek heb ik nog nooit voorgeschoteld gekregen, hoor. Nee, dat is nou... Nee, dat is waar, ik zeg. Want het is de beste reclame voor de vernieuwde, de vergulde kip. Ik ben maar kan indenken. Ja. Moet je nog niet een beetje suiker, veldwachter? Suiker? Op een spekpannenkoek doe je toch geen suiker? Oh. Nota bene. Nou, ik wel, hoor. Nee, hoor. Zo. Lekker. Spek genoeg. Spek genoeg? Zulke lompe spek. Nou, we zullen je vertellen dat het meer dan genoeg is, hoor. Hé, je morst, veldwachter. Je morst. Wacht even, ik zal je even helpen. Ja, wacht even. Even mijn mond afvegen, hoor. Ja, hoor. Nou, lekker, hè? Ja, kom maar. Zo. Alsjeblieft. Hoe is dat? Dat lijkt het wel een goochelpannenkoek. Ja, het gaat er goed mee in, hè, veldwachter. Nou. Lekker. Veldwachter is echt een oude snoeper eigenlijk. Ja, echt een oude snoeper, ja. Hey, Van Dijk, dat juffer van Dobbel dat nou zegt, maar van jou neem ik het niet, hoor. Niet de gemoedelijkheid. Ja, neem me niet kwalijk. Zo is het. Gaat erin als koek, hè? Ja. Ja, jij bedoelt dat het je goed smaakt, ja, hoor. Ja, maar zal ik nog een pannenkoekje halen? Want je bord is al bijna leeg, hè? Ja. En ik dacht nogal, eerlijk gezegd, van... Maar ja, het is hier zo gezellig, hè. Je eet... Voordat je het weet. Dat rijmt, veldwachter. Ja! Heb je nog eens een pannenkoek? Ja, wacht even. Ja, tuurlijk. Nou. Als het niet te veel moeite is, hoor. Huh? Nou, komt voor mij is toch helemaal niks. Te veel moeite, veldwachter. Kijk eens wat er hier allemaal gepresteerd is. Ja, dat komt, we hebben de herberg waar ze een nieuw kleedje gestoken. Ja. Het was hier zo'n mooi punt, weet u. En ik dacht, als de gasten zich hier thuis voelen, dan zal de herberg wel floreren. Oh, daar hoef je helemaal niet bang voor te wezen, hoor. Nee, ik zal jullie roem wijd en zijd verkondigen. Ja, en bij de edelachtbare heer de burgemeester zal ik ook een goed woordje voor jullie doen. Nou, er gaat toch niks boven connecties, hoor. Alsjeblieft, de volgende. Nou, dan beginnen we maar mee. Au. Zo, en nou ga je persoonlijk dat sabel terug naar Bromsnoor brengen. En ik hoop dat hij je net zo'n pak slaag heeft als dat ik heb gedaan. Deksel kwijt, jongen. Eruit! Ja, hallo, daar spreekt u mee. Ja? Oh, met Wakkerbol. Oh, het gaat over uw zoontje. Wat heeft hij uitgevoerd? Wat sabel? De sabel van de veldwachter. Wat, de sabel van de veldwachter weggenomen? Oh, dat is niet zo mooi, hè? Ja. Oh, u heeft een flink pak voor zijn broek gegeven. Oh, dat is voor een keer heel goed, ja. Ja. Brengt u die sabel maar naar het gemeentehuis. Oh, nee, wacht. Dan laat die jongen de sabel liever persoonlijk bij de veldwachter afgeven. Ja, het is een doodgewone qua jongenstreek. Ja, ze zijn gek, de veldwachter heeft me niets van verteld. Nee, dat is akkoord. Ja, dank u, bakker. Ja, tot ziens. Je hebt het zeker wel begrepen, Saartje. Het zoontje van de bakker heeft de sabel van onze veldwachter ontvreemd. Neemt u niet kwalijk, meneer, maar ik wist het al. Wat? Dat is van Kees van de bakker? Nee, dat niet, maar van de sabel. De veldwachter heeft me er alles over verteld. Saartje, had je me toch wel eerder kunnen vertellen, hè? Hij wilde zich niet belachelijk tegenover u maken.
Nou ja, we zullen hem zeggen dat het ding alweer terecht is. Hè? Waar zou meneer zitten op het ogenblik? Nou, hij dacht dat Zwiebertje het gedaan had. Huh? Nee, die is natuurlijk nou bij de vergulde kip helpen. Misschien is hij daar wel. Gaan we meneer daar proberen te bereiken, Saartje, hè? Al was het alleen maar om Zwiebertje, meneer. Ja, juffrouw met de burgemeester. Mag ik de vergulde kip van u? Nummer 210. Hallo? Oh, dag meneer de burgemeester. Met Stien Dommel. Nee, wij kennen elkaar nog niet. De veldwachter. Die is net weggegaan. Ik zal meteen terugroepen. Diekus! Ja, ja. Hé, hey, veldwachter! Veldwachter! Ja. Een telefoon voor je. Een telefoon voor mij? Wie dan? Meneer de burgemeester, die wil je dringend spreken. Zeg, ik heb toch niks over die pannenkoeken gezegd, hè? Nee, natuurlijk niet. Zo. Wat een onzin. Vlug, de burgemeester kun je niet laten wachten. Ja. Hallo, edelachtbaar. Met uw eigen veldwachter Bromsnoort. Tot uw orders, meneer. Wat zegt u? Wie? Zo. Nou, die kwajongen die verdient een flink pak op zijn broek, meneer. Ja, maar dat zal ik hem eigen handen wel geven. Ik zal... Wat zegt u? Oh, ik zal hem niks geven. Nee, meneer. Tot die orders, meneer. Zo. Op het matje geroepen, Brom. Een veldwachter wordt nooit op het matje geroepen. Begrijp je dat, Van Dijk? Nee. Zeg, mensen. Zal ik jullie wat vertellen? Mijn sabel is terecht. Nee. Ja. Ja! En weet je wie het gedaan had, Kees? Oh, ja, de jongen van Bakker Bol. Ja. Die had bij jou de winkel gestolen. Nee. Jawel, maar nou brengt u naar meneer de burgemeester. Mensen, mensen, mensen. Eindelijk ben ik weer compleet, hè? Ja, het is zonder samen. Ja. Gefeliciteerd, Bromneus. Ja! Jij? Ja, ja, we wisten dat Zwiebertje onschuldig was. Ja, en wij dachten dat als de veldwachter nou een onschuldige in zijn kraag zou pakken, dan zou die later wel eens last kunnen krijgen met de burgemeester. Ja. Ja, ja, we hebben je tegen jezelf willen beschermen. Ja, dank je. Omdat we je zo'n fijne kerel vinden. Nou, alsjeblieft, hè, dat is allemaal voor jou. Borst vooruit, weet je maar trots, jongen. Hé? Hey. Nou, eerlijk gezegd, Zwiebertje, heb ik zelf ook nooit kunnen geloven dat jij de dader was, hoor. Hoe is het? Vooruit, hopzij, naar huis. Ja? Cornelia zit te wachten met je prakkie. Ja. Opschieten. Zeg, en net tussen haakjes, bedankt dat je je spekpannenkoeken met mij willen delen. Ze waren het zo. Wat? Je wilde niet zeggen dat jij... Ah, de man dag, mensen. Dag, hoor. Hey, ho, hi, ho, hi, ho. Ja, pannenkoeken waren zo. Hi, ho, hi, ho, hi, ho, hi, ho, hi, ho. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor. Het was in de tweede helft van december, om precies te zijn een week voor kerstmis, dat dit avontuur begon. Er lag nog geen sneeuw, maar dat zat wel in de lucht. En het was bitter koud. Maar binnen bij mij in de keuken was het warm en gezellig. Warm, omdat het fornuis volle brandde. En gezellig, omdat Zwiebertje op bezoek was. Hij was natuurlijk op de lucht van mijn koffie afgekomen. En uit dankbaarheid voor ieder bakje,
vertelde mij het ene zotte verhaal na het andere. Wat heb ik die middag samen met Zwiebe gelachen. Kom met je gekke verhalen. Ik geloof er geen steek van. Dan zou je natuurlijk allemaal uit je duim. Nou, wat slikken we nog in mijn koffie op? Nou, rustig dan maar. Luister, heb ik nog een mooie vraag voor je. Zaterdag was ik hier, hè? Toen ik zaterdag wegging, liep ik hier de straat uit, stak het marktplein over en ik voelde opeens iets in mijn schoen. Een spijker. Ik dacht, die moet eruit. Ik hinkte naar de winkel van Bram Bol, de bakker. Ik dacht, die heeft zo'n vensterbank onder zijn etalageraam, daar kan ik wel even op gaan zitten. Ik trok mijn ene been op. En toen gebeurde het? Nee, toen gebeurde er nog niks. Ik trok mijn schoen uit en op dat ogenblik stapte iemand de winkel uit. Bromsnor. Hé, nee. Die deftige aansteller. Die deftigheid zonder centen. Je weet wel, meneer Walter Starkenborg. Met een grote papieren zak onder zijn arm. Ik lette niet op hem. Hij lette niet op mij. Gevolg, hij struikelde over mijn uitgestoken been. De zak viel uit zijn handen en er viel een krentenbol op straat. Lieve help. En toen? Nou, ik ben van nature een beleefd mannetje. Ik stond op, hinkte op mijn ene been naar de krentenbol, raapte die op en wilde hem teruggeven. En verder, verder? Nou, het ventje keek me uit de hoogte aan. En weet je wat hij toen tegen me zei? Nou? Viesbuk? Ik dacht dat ik het niet goed gehoord had. En daarom vroeg ik... Wat zei u? Blijf met je vieze tengels van mijn krentenbol. Ja, dat zei hij. Neem me niet kwalijk, Sar. Ik werd zo giftig als een adder. Hij vouwde zijn papieren zak weer dicht en wilde verder lopen. En toen? Nou, toen stak ik per ongeluk mijn ene been nog verder uit. En hoeps, daar lag meneer plat. De zak scheurde en alle krentenbollens rolden over de stoep. Toen deed ik net of ik beleefd wilde zijn. Ik probeerde hem op te beuren, maar niks hoor. Hij riep op zijn deftigst. Blijf hem af! Wil je mij soms ook nog bevuilen? Wiesbuk! En wat deed je toen? Nou, kijk, Saar, het liefste had ik hem een schop onder zijn achterste gegeven. Maar zo ben ik niet. Maar mijn been kon ik niet meer inhouden. En ik trapte alle krentenbollens nog een stuk verder de stoep over. Meneer Walter stond intussen weer op de been. En het leek of hij mij een klap wilde verkopen. Ja, maar dat moet je mij hebben. Ik ging recht voor hem staan en duwde mijn vuist onder zijn deftigheidsneus. Daar schrok hij toch wel even van. Hij deed een stap terug en zei alleen nog... Met typen zoals jij vecht ik niet. Bah! Hij liep met een grote boog om me heen en verdween. En toen? Oh, wat mooi. Telefoon een ogenblikje hoor. Wacht even. Ja, met het huis van de burgemeester. Ja, u spreekt. Wat? Oh, ben jij Van Dijk? Zwiebe, ja, die is hier. Ik zal hem even roepen. Wacht even. Zwiebe. Ja. Van Dijk voor je. Wie? Telefoon. Van Dijk. Kom maar aan. Hij komt hoor. Dank je wel. Ja, Malle, ben jij het? Met mij? Ik ben het zelf, ja. Wij? Oude piano. Oude piano. Oude piano. Enfin, ik erheen en even geprobeerd. Ja, tuurlijk. Nou ja, en toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Maar het klonk een beetje glazig. Glazig? Wat is glazig? Ja, en hoe zou ik zeggen? Een beetje zweverig. Een beetje zweverig, ja, 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 precies. Nou, ja, nou, maar hij zag verder nog gezondheid voor zijn leeftijd, hoor. Zo, ja. Zo, zo. Ja. En wat ga je dan doen met dit ding? Zelf opspelen? Nee, dat kan ik niet. En je hebt hem daar uitgeprobeerd? Ja, effies, hè. Maar als lespiano kan ik hem natuurlijk voor een zacht windje wel aan de man brengen, denk ik. Ja, ja. En het zweverige ding moet hem maar nou ophalen. Krek. Hé? Ja, zou je dat met mij willen doen? Ja, wat ben ik dan voor hier? Moest je gaar? Nee, dankjewel. Ik ben niet zo rokerig van de turen. Oh, nou. Dan liggen daar een stelletje van die appelen. Als ik er daar eentje van mag hebben, ja. Dolgraag. Voor mekaar, moet je kijken. Ja, ik kijk. Hier zo. Eén voor zo. Eén voor zo. En één voor mij nemen. Hè? Voor straks in je huisje. Hè? Wat is er? Het is een heerlijk appeltje. Ja, dat zie je. Een lekker appeltje.
Maar dat ben een goudrenette. Vreselijk, zeg. Is een lekker zoet zuur, meer zuur dan zoet. Ik weet niet hoe ik het zoeken moet, zeg. Ja. Wat zijn het voor dingen, zeg jij? Dat zijn een goudrenette. Zo zijn het, goudrenette. Zeker, ja. Dat zijn de beste die ik ken. Echt bewaarappeltje. Nou, als je ze wil bewaren, ga je gang, hoor. Ach, zeg, heb je wel eens een dreun tegen je kanus gehad? Nou, graag. Als je dat er maar over gaat, alsjeblieft, zeg. Wat een vreselijke dingen. Nou ja, ik zal hem wel bewaren een dag of twee. Ik krijg de kramp in mijn bek, zeg. Nou, vooruit, je zoekt het maar uit. Nou, gaan we eventjes het paard halen bij de molenaar, hè? Nou, een paard halen ook? Ja, doe maar. Nee, laten we de singels niet vergeten. De singels? Ja, de singels. Paarden halen op het singel? Nee, de singels, dat ben die draagbanden om de piano uit en op de kart te halen. Pak je even. Hoi, dat is Jacco. Ik speel piano en de baas zorgt voor het slagwerk. Zo, hier heb ik ze al. Meneer? Zo, nou daar gaan we maar. Ja, je gaat maar. Oh nee, wacht even. Wacht ik even. Eventjes... contant geld meenemen. Ja, kunnen we misschien nog een appeltje voor de weduwe meenemen? Nee, neem er nog maar even mee voor Bromsnor. Ja, kijk nee, altijd nog een appeltje mee te spillen. Ja. He? Zo. Voor elkaar. Ja. Nou, dan gaan we maar, ja. Hè? Singels heb ik. Sjako, hè? Sjako. Doe je goed je best als je op de winkel past? Krijg je nog een nootje van de baas? Nee, je mag niet mee. Hier zo. Pak aan, het is winter. Nou, hij moet niet zeker. Nee. Ga mee. Jij beveelt, ik volg, commandant. Nog eens een appel. Zeg, Brom. Ja? Yeah. Heb je dit vanmorgen nog niet gezien? Laat me natuurlijk even rustig mijn krant lezen. Ah, toe nou. Je zit al een half uur lang in die krant te koekeloeren. Koekeloeren? Een veldwachter koekeloert, niet Cornelia. Wat heb je daar nou? Die foto die hangt toch altijd in de slaapkamer boven ons bed? Wat doet dat ding hier? Nou, wat denk je? Doe, leg die krant nou maar eens helemaal weg. Oh, wel jou, top nog. Hé, wat nou al die geheimzinnigheid? Je gunt me geen ogenblikje rust. Vertel mij eens, de hoeveelste is het de komende zaterdag? De komende zaterdag? Nou, dat is eenvoudig genoeg. Het is vandaag dinsdag de 18e, alsjeblieft. Dat is dan, aanstaande zaterdag is de 22e. Ja. Nou, de 22e. Oh, maar dat is onze trouwdag. Wat dan nog? Moet het jij voor... Laat die krant nou eens even helemaal liggen, hè? Ja, wel. En vertel mij, in welk jaar leven wij? Je lijkt wel een schooljuffrouw. Nou, en? En wanneer zijn wij getrouwd? In welk jaar bedoel ik? Nou, dat was Ja, nou, wat zou dat nou? Nou, een heel eenvoudig rekensommetje voor zo'n knappe veldwachter als jij bent. Zeg, ik zit niet meer op school, hoor. Ik ben geen schooljongen, dus heel eenvoudig. We waren getrouwd in... Nou, dan krijg je dus dit. Nou, dat is dan 25 jaar geleden. 25 jaar? Cornelia, ja. We zijn 25. Aanstaande zaterdag. Hartelijk gefeliciteerd met mij, hoor. 25 jaar. Mooi, hè? Waar blijft de tijd? Oh, Cornelia, wat was jij toen nog lief, hè? Oh, en nou niet meer zo? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, niet nu, maar toen, hè? Wat heb je toch een beeldig toiletje aan. Moet je mij eens kijken, ik lijk wel opgeprikte aap met de trouwpak. Zeg, de trouwpak, dat hadden we toen gehuurd, weet je nog? Ja, de bezoldiging van een pas beginnend gemeenteveldwachter was nou niet je, hè? Waren we niet gelukkig? Oh, ook al was dat pak voor jou maar gehuurd. Ja, we waren wel gelukkig, maar we zaten dikwijls erg krap, Cornelia. Dat wel. Maar er was altijd brood op de plank, Brom. En soms dan altijd een karbonaadje of een bolletje gehakt. Oh, ja. En dat vonden wij toen al iets heel bijzonders, weet je dat? Ja, het was altijd een heel groot feest. Feest? Ja, Brom, daar wou ik het net met jou over hebben. Het wordt hoogtijd, lieverd. Ja, natuurlijk. Ja. Een feest? Ja, we maken een feestje, gaan hoor. Gaan we alle familie uitnodigen? Wat? Wil jij hier een feest maken?
Met al die familie. Ja. Zeker met die mooie oom van jou. En dan die snippige zuster van je. Zeg, doe me een. Die heeft overal wat op de ambten, ben ik altijd. Nee hoor, dat is niks voor mij. Pja, is het nou eens mijn familie was, oh, hè? Oh, oh. En die mooie broer van jou, dan is ook nu zo'n lievertje. Oh, nee. Ach, toe, Brom, op zo'n dag ben ze toch allemaal best aardig. Hier, neem nou die lieve zuster van jou met de man en de kinderen. Hè? Dat ben schat, geloof me. Cornelia, die romslomp is niks voor mij. Nou, wat wil je dan? Wat ik wil, heel eenvoudig. Ik wil met jou een dagje weg naar de stad. Tuurlijk, ga ik toch om de edelag maar een dagje vrij. En zeg ik natuurlijk niet waarvoor. En dan gaan we ergens een lekker etentje doen. En dan gaan we daarna ergens zitten met een mooi strijkje. Ach, Brom, dat kunnen we toch niet doen? Of vind jij het niet prettig om met mij samen op stap te gaan? Ah, jawel, maar nou, dat doen we toch nog wel eens als een soort extraatje. Wel, ja, als een extraatje. Het geld groeit op mijn rug, is het nou goed? Ik heb een potje gemaakt. Zo heb jij je... En zou je nou dat zuur verdiende geld willen wegsmijten door andere mensen te vetmesten? Nee, Brom, nou heb jij eens een keer ongelijk. Een zilveren bruiloft mag je niet op geld kijken. Ga jij nou eens even heel rustig zitten, lieve schat. Zo, als wij nou voor dat geld elkaar eens een cadeautje gaven. Ja, je was toch altijd zo dol op een bontjas, nietwaar? Och, ja. Brom, nog aan toe, ik zou er niet in durven lopen. Krijgen we nou? Voel jij je als veldwachtervrouw misschien te min om een bontjas? Nou zeg, kom, je vergeet één ding hoor, Cornelia. Ik ben een heel bijzondere veldwachter. Een man van groot gezag. Ja, dat heb je nog een paar maanden geleden in de grote stadskrant kunnen lezen. Ah, jij weet al best dat ik trots op jou ben. Maar in bontjas lopen, nou, ik vind het niet kunnen hoor. Nee? Nou, dan niet. Dan zoek je maar wat anders uit. Hé, ik weet wat. Oh, wat dan? Hé? Nee, dat vertel ik je nou niet. Nee, dat moet een verrassing blijven, Cornelia. Zilveren bruiloft zonder bezoek. Nou. Zo. En nou wil ik er geen woord meer over horen. Is dat duidelijk? Jongen. Was met een vraagje wel, zeg. Ja. Jongen. Wat is dat een zwaar beest? Ja, dat valt goed tegen. Jongen, mijn armen lijken het wel lang. Oh. Mijn spieren lijken wel uitgerekt. Ja. Als je nog eens niet weet. Nou, we hebben de weduwe goed behandeld, dacht ik. Hè? Maar je hebt toch veel met u betaald? Hoezo? Voor die muziekmachine. Ja, dat doet maar. Je bent weer zo zwak als wat. Je gooit het geld maar over de balk, alsof het niks kost. Ja. Ach. Je weet, we hebben het ook zo breed niet en je kan dat best gebruiken. En ik raak dat ding zo kwijt, maar... Ja, was maar in de zangvereniging. Ah. Ja, wat die mensen daar voor een ding hebben staan, nou, dat is een kring. Nou, je probeert het maar, ik moet het nog zien. Ja, goed. Trouwens, ik zou die toon nog wel eens willen horen. Oh, wacht. Jacco, stop je oren maar dicht, hé? We gaan je beïnvloeden, hè? Niks ervan. Moet je eens horen, zegt Jaco, luister maar niet naar dat nare kereltje, want die heeft net zoveel verstand van muziek als een koe van ganzenborden. Nou, moet je eens luisteren. Nou, ik luister. Nou, zo klinkt het. Ga nou! Ja? Let op! Ja. Wat leuk. Ja, hè? Zijn de heren misschien boven de theewater, hè? Nou. Over mijn theewater, krijgen we nou? Ja. We zitten lekker met z'n tweeën te twee tateren. Ja. En als jij nou nog meedoet, dan zijn we met z'n drieën. Dan kunnen we gewoon gezellig drie tateren. Hoe was je om een praatje verlegen, Brom? Helemaal niet, Van Dijk. Ik ben hier gekomen om even met jou te praten. Oh, dat kan. Dat wil zeggen, onder vier ogen. Oh. Ga jij eens weg? Dat is andere tijd. Oh, ik? Nou, doe ze toch even dicht.
Zo goed. Nee, Sweep. Ga jij maar even weg, zeg. Kras, alsjeblieft, top. Zaken gaan voor grappen. Grappig mag allemaal geen grappig. Ik kan echt wat tot vier tellen. Ja, dus ga maar weg, joh. Ik ga wel. Hé, ja. Ga maar zo lang in het zijkamertje. Ik ga niet in het zijkamertje, ik ga naar buiten. Oh. Schippen. Wat doe je dan? Frisse lucht. Fijn wel. Oh. Nou, vertel het maar. Nou, kijk eens, Verdijk, het zit zo, hè? Ja. Cornelia en ik. Ja. Een aanstaande zaterdag, 25 jaar getrouwd. Ja, ja, ja. En dan had, dan had ik gedacht om... Nee, Jan, laat nou. Kun je ervoor zorgen, ja? Ja, dat kan ik. Zal ik doen, ja. Kom elkaar. Ja, kom elkaar. Ja. Oh! Hallo, Bloem. En, is je dokter zonder goed onderzoek goed afgelopen? Heb vandaag nog een of andere kwaal bij je geconstateerd? Die afwijking die jij waarschijnlijk bedoelt, die stond hier buiten. Aan de deur. Oh ja? Ja, en het is nog een ongeneeslijke afwijking ook, als je het bijvraagt. Maak je me niet ongerust, hoor. Dat wist ik al jaren. Ja, die slag is voor jou. Oh, pardon, niet kwalijk. Maar voor mij sta je er nog gezond op, hoor, broer. In de groeten. Je grootje. Zal ik doen. Pas op, hoor. Blablabla. Daar ben ik weer. Ja, dat zie ik. Ja, je komt dan maar weer hierheen. Maar in ieder geval, ik vind het niet leuk. Je moet altijd gek doen. Ik sta die man recht in zijn gezicht uit te lachen. Nou, en die kwam nogal als klant. Nou, zullen we dan te verdienen, wij zijn die zuinigert. Nee, 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 nee. Daar vergis je heel lelijk in. Waarom? Ja, ja, nou ja. Hoezo? Dat is... Nou ja, dan gaat je niks anders een vertrouwelijk gesprekje. Nou, ja. Nou. Als ik weer buiten ga, zal ik dood ernstig kijken voortaan. Nee, dat moet je niet doen. Nee, moet je helemaal niet doen. Oh, ook weer niet goed. Nee, je moet helemaal niet kijken. Dat is goed. Kom, ga mij eventjes helpen, want ik moet de piano even op een ander plekje zetten. Ja. Hij staat in de weg. Ja, dat is goed. He? Nou, ik help wel even en dan ga ik naar Saar. Ja. Want die zal weer naar me hunkeren. Oh, sorry. Ik naar jou hunkeren. Belachelijk gewoon. En dat probeer jij Van Dijk wijs te maken? Nou ja, je hebt toch wel echt een beetje naar me verlangd, Saar. Zeg het nou maar eerlijk. Nou ja, natuurlijk wel een beetje. Ja? Ik heb houtjes nodig voor het fornuis. Achter de schuur ligt een hele stapel hout. Nou, de bijl weet je wel te vinden. Dat is misbruik maken van mijn komst, Saar. Maar ik vind jou net zo'n type voor zulke klusjes. Wacht eens even. Nee, 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 lieve help, meneer. Is het weer zo erg? Siebers had me achterna, meneer. Maar je hebt me niet te pakken gekregen. Ja. Achter de meisjes aan, Sieber. Ja, ja, ik lag waar ik... ze plaagt me meestal zo erg. Ik vroeg alleen maar of je wat houtjes voor me wou hakken. Nou, pas op, wat zei je daarna? Dat ik echt een mannetje was voor zo'n klusje. Nou, Sieber, voordat je houtjes gaat hakken, hè, wil je dit pakketje even bij de veldwachter brengen? Er zitten wat rapporten in die je nog even moet doorkijken. Noemt hij, meneer? Nee, eerst houtjes hakken voor onze jonkvrouw. Ja, meneer. Hartelijk. En bedankt. Ja, meneer. Meneer? Weet je wat dit betekent? Nou? Onbetaald werk verricht door een slaaf, alsjeblieft. Dan zal ik jou gauw gaan betalen. Kijk eens. Neem er maar een paar. Een paar? Ja. Nou, je bent ook niet zuinig, moet ik zeggen. Nee, ik ben niet krenderen voor mijn slaven. Twee, drie, vier... Genoeg. Ja. En nou vlug aan je werk. Er zeker. Dag dorpsgouden. Dag. Wat bedoelt u nou precies, juffrouw Cornelia? Ach, je kijkt wel Van Dijk, zo'n groot boek met van die mooie gekleurde uniformen. Een groot boek met gekleurde uniformen? Ja. Ja. Nou, het spijt me wel, maar dat heb ik nou niet. Maar ik moet van de week nog even naar de stad. Zal ik zien dat ik er eentje voor u op de kop tik? Ja, maar ik moet voor zaterdag hebben. Oh. Nou ja, ik kan jou eigenlijk ook wat vertellen, hè. Maar Van Dijk, je moet mij beloven niet verder vertellen. Nee, natuurlijk niet.
Nee, ik... Wat is dat nou, juffrouw Cornelia? Ja, maar beter helemaal niet zeggen. Weet u wat u moet doen? U gaat lekker even zitten op de sofa, hè? Maar... Nee, niks te maren. Ik vind het veel te leuk dat hij in mijn winkeltje komt, hè, Jaco? Zo'n mooie dame hebben we niet vaak in de winkel. Gaat u hier zitten? Oh, nee, hier. De veer is hier stok. Gaat u hier zitten, hè? Ja. Rustig. Zal ik eens even wat halen? Heb ik zelf gemaakt. Ogenblikje. Nou, moet u eens even kijken. Hè? Ja, alsjeblieft. Hier zo. Oh. Kijk eens, proef u dat eens? Ja, dankjewel, van die. Het ruikt lekker, zeg. Ja, en hoe smaakt het? Verrukkelijk. Nou, dacht ik ook. Oh, ja, dat doet een mens goed. Maar ja. Maar is, ik zou het even bijschenken, want van zo'n droppie kan je wel eens opkikkeren, hè? Nou, nee, van ja, denk ach, ik drink altijd maar één glaasje, man. En dan nog alleen maar op een verjaardagspartijtje. Nou ja, dan denkt iemand dat de burgemeester vandaag jarig is, hè? Proost, mevrouw. Burgemeester jarig? Nee, maar één keer per jaar. Misschien wel vandaag kunnen onze trailer, juffrouw Cornelia. Nou ja, ik zei er even, hè. Ik zal het jou wel zeggen, maar Van Dijk echt niet verder vertellen. Nee, tuurlijk niet. Het is namelijk zo, komende zaterdag zijn Brom en ik 25 jaar getrouwd. Ach, hoe bestaat het, zeg. Wat leuk. Ja, hij wil het voor niemand weten, hè. Nou, ja. Ja, hij wil wel een feest, hoor. Ja, maar alleen met z'n tweeën en niet met familie en zo. Ja. Nou, en dat zit me nou echt wel een beetje dwars, hoor. Ja, alleen. En dan namen ze tweeën, zeg. Zonder familie. Ja, dat is toch... Ah, en ik had mij zo op die dag verheugd, hè. Ja. Oh, allemaal weer eens gezellig met elkaar. Ja. En nou ja, goed, Brom houdt niet van die romslomp. Nee, nou ja, goed. Dan ziet u maar, hè. Er moet wat aan gebeuren. Ja, och, de burgemeester mag er niet eens wat van weten, man. Oh, nee? En die is toch altijd zo aardig voor ons. En Saartje. Ja. Nee. Maar wat is dat nou eigenlijk voor een feest met twee personen? Ja. Nou, dat kan toch nooit leuk wezen? En misschien is hij nog niet eens vrij. Ja! Ach, ja, hij heeft een dagje vrij gevraagd. Oh ja? Ja, maar dan moet hij je toch vertellen. Hij zei dat hij wel een smoesje zou verzinnen, verdekt. Oh, maar dat is een schavuit, die man van u zegt. Neem me niet kwalijk. Maar ik kan me toch voorstellen dat u dat verdrietig maakt, hoor. Ja. Lekker. Maar ik zou zeggen, kop op, juffrouw Cornelia, kop op. Hè. Maak er toch maar een vrolijke dag van, hoor. Tuurlijk. Ja, en dat boek, dat komt best voor elkaar. Als ik mijn zolen ervoor aan mijn schoenen lopen, dat boek, dat krijgt u, hoor. Nou, dan ben ik tenminste rustig over. Alsjeblieft. Oh. Oh, kijk uit. Oh, Van Dijk. Ogenblikje. Oh. Nee, zo, ogenblikje. Zo, oei. Ga je weer. Ja. Nou, kom. Zeg. Kom maar. Die kant uit. Nou, het heeft me wel goed gedaan, dat wel. Ja, mij ook. Nou, dag, juffrouw Cornelia. Dag, Van Dijk. En bedankt voor de klandizie, hè. Ach ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja. Jongen, jongen. 25 jaar getrouwd. Cornelia, ik dacht al, u bent vast en zeker boodschapjes doen. Duurde zo lang. Dag, Zwiebertje. Wat zoek jij hier, jong? Nou, ik kom een pakje papier voor uw man afgeven. De burgemeester heeft gevraagd of ik dit eventjes wilde aanreiken. Alsjeblieft. Kom erin binnen. Zo, daar ben ik. Ja, ik geef even zitten. Dank u wel. En dan kan ik even kijken of er dan een lekker sigaartje voor je is. Nou, dat is kunnen graag. Daar ben ik niet vies van, hoor. Ik zou wel uitzoeken, hoor, maar ik weet niet welke jij het lekkerste vindt. Nou, ik zal eens even kijken. Ik zal eens even peinzen. Laten we zeggen deze. Dit vind ik een koninklunkend sigaartje. Mooi zo. Heb je vuur? Wie zijn u? Hier vuur. Wat? Oh, vuur? Ja, nee. Nou, dat vind ik zonde. Dat rook ik niet op straat, zo'n sigaartje. Nee, niks ervan. Dat bewaar ik lekker voor in mijn huisje vanavond. Wat is dat voor een leuke print?
Ah, wat aardig. Wat een enige foto is dat. Lief, hè? Ja, dit is erg leuk. Mooi lijstje ook. Ziet er goed uit. Huh? Oh, is een trouwfoto. Even kijken, hoor. 22 december. Dit is op de kop af. 25 jaar geleden. Zwiebertje, maar dat mag jij aan niemand vertellen, hoor. Want Brom en ik willen dit onder ons houden. Ja, ja. Samen feest vieren, hè. En mij buitensluiten, hè. Ik mag niet meedoen aan het feest. Oh. Ja, nee. Niet kwalijk, zo bedoelde ik het niet. Het is een beetje opdringerig van me, hè. Maar het was alleen maar een grapje bedoeld, hoor. Tuurlijk. Ik wens u erg veel plezier die dag. En vertel u me niet dat ik Brom zo dat ik... Even zijn beste sigaar heeft meegenomen. Bessenbrandewijn. Heel goed. Oh, nou, dat hoeft u mij niet te vertellen. Oh, duidelijk zat. Nou, ik ga er vandoor. Laat u maar, ik kom er wel in. Dag, uit bedoel ik. Tot ziens. Oh. Nou, met z'n tweeën feest vieren. En dat noemt Brom een feest? Ze heeft het je das verteld, arme stomper. Wat nou, arme stomper? Zij wou het toch zeker ook zelf? Ja, gegouwen. Cornelia wou het zelf. Ze is in mijn winkeltje gekomen en ze heeft dan het verdriet liggen te verdrinken. Ach, ga nou gauw, zeg. Ze wou er juist een gezellig feest van maken. Zij wou? Ja. Weet je het zeker? Zo zeker als 2 x 2 = 4 is. Je zit weer te broeien, hè? Jazeker, en het ei komt meteen. Mag ik er even diep nadenken? Geen malligheid uithalen, hè? Wel, nee, geen malligheid. Eerst willen we bij ongelukken. Ja, wat voor ongeluk? Brom. Ach, zo mag je niet over de veldwachter spreken. Nee, ik praat ook niet over hem met al die feestmoesie. We moeten Cornelia de helpende hand bieden. Ja, maar ik mengel me niet graag in andermans aangelegenheden, hoor. Mengel, hè? Nee. Die piano, daar. Wat bedoel je nou weer? Dat is een echte... feestpiano. Ik zie de woonkamer van Brom en Cornelia. Allemaal blije mensen. Een feestpiano. Het is echt feest. Hé, word nou eens wakker, man. Ja, nou, als we nou een feestje gaan maken voor Cornelia, dan moeten we er toch later een beetje helpen. En met die piano erbij. Ik heb hier een pianist in het dorp, die zo'n saaie, waar je die lekkere stemming weet te maken. Ha, die man die weet van land, hoor. En dan maken we er toch fijn in orde. Als ik aan die man dik krijg, al de kriebels in mijn benen. Ja, dan moet je krabbelen. Nee, luister nou eventjes. Doe je hem mee, ja of nee? Ja. Krijg ik die piano van je lenen, ja of nee? Met die pianist mag ik alles wel in orde. Zo, man. Ja, centjes heb ik niet, maar met een paar goede woorden en een doosje sigaren doe ik al een heleboel. Doe je mee? Ja, ik zei al, ik mengel me niet zo graag in andermans aangelegenheden. Heb je je naaste lief of niet? Oude verleier. Ik doe het. En zeker. Voor elkaar. Ja. Nou, wat vind je ervan? Nou, ik vind het erg sneu voor Cornelia. Hoe kan Brom dat nou doen? Kijk, je hebt een kopje koffie voor me. Ja, zeker, meneer. Mag ik het meneer vertellen? Nee, ik ga dat nou maar doen. Meneer, ik dat je open. Nee, niet kwalijk, meneer, maar ik wou je even wat vragen. Heeft Brom nou aanstaande zaterdag een dagje vrijgevraagd en nu? Vrijgevraagd aanstaande zaterdag? Nee, waarvoor? Zo, dat weet ik ook niet. Zeg, Schieber, je staat er toch niet voor de gek te houden? Oh, nee, meneer. Ik zou u helemaal niet voor de gek durven houden, nee. Maar hij wou een smoesje bedenken. Het smoesje bedenken? De veldwachter? Waarom? Schieber, vertel het hem maar, meneer. Ja, Schieber, word nou eens wat duidelijker, alsjeblieft. Nou, kijk, meneer, de zaak zit zo, hè. Ja. Aanstaande zaterdag zijn Bromsnor en Cornelia 25 jaar getrouwd. Oh, maar dat wist ik niet. Maar natuurlijk krijgt die brave man daar een vrije dag voor, bedenk je wel van me. Nee, meneer, het is veel ingewikkelder dan u denkt. Kijk, ze zijn al 25 jaar getrouwd, maar Bromsnor wil niet weten dat hij 25 jaar getrouwd is. Huh? Maar hij wil wel een vrije dag en vandaar het smoesje. Ah. Ja, het zit eigenlijk zo, meneer. Cornelia wil er echt een feest van maken. Ja, licht. Ja, maar bij Bromsnor, die vindt het een reuze rompslomp. Ja. En hij wil niet eens hebben dat ze de familie uitnodigt. Nee. En dan alleen feest vieren met Cornelia. Leuk feestje. Nou, zeg maar, dan doen Saatje en ik ook mee, hè? Ja, maar daarom is Cornelia ook zo verdrietig. Dan kan het toch niet, meneer. Nou ja, goed, we doen toch mee, Saatje. Dus de veldwachter komt een dagje vrij afvragen, hè? Ja. Met de goedkoopste moet je nou, ik zal hem een lesje lezen. Ja, maar dan wordt het toch erger, meneer. Stelke, maak je maar niet ongerust. Ik bedenk wel iets, hè. Als de veldwachter zijn ronde maakt, hè, dan ga jij naar juffrouw Cornelia en dan zeg je haar dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Ja. En dat
Zwieber en ik voor de rest zullen zorgen. Wat lief van u, meneer. Ja. Ja, meneer, u bent echt edel en achtbaar, meneer. Bijzonder hartelijk. Nou weet ik dat alles in orde komt, meneer. Dank u zeer, hoor. Nel. 25 jaar getrouwd, dus stiekem feestvieren. Nee, er komt niets van in. We zullen deze ambtenaren in de bloemetjes zetten. Ja. En bovendien, ik hou ook wel van een feestje. Nou! Ben je tevreden of niet? Nou, ik wel. Ik ben door het dol heen. Ik ga meteen een malle Pietje. Ik ga meteen alles vertellen. Ja. Dag hoor, tot ziens. Tot ziens. En wat vindt u van het plannetje? Oh, ik ben er helemaal onderste boom van, juffrouw Saatje. Alleen als dan maar niet bij Brom in verkeerde aarde valt, hè. Als de burgemeester erachter staat? Ja, de burgemeester. Voor de burgemeester heeft mijn Brom het grootste respect. Als meneer het hem nou vertelt, dan... Kijk eens, juffrouw Saatje, dat waren wij 25 jaar geleden. Ah, wat zag u er enig uit. Leuk, hè? Als ik Brom was, dan zou ik het hele dorp mee laten feesten. Ja, ik ben toch wel nog een beetje bang, hoor. Waar bent u nou toch zo bang voor? Nou, lieve, ja, het moest een geheim blijven. Ah, belachelijk. De burgemeester zal het heus wel in orde maken. En Brom moest zich schamen dat hij niet op het idee is gekomen. Nee. Stuur hem maar gauw die uitnodiging naar uw familie. Ja, direct als u weg bent. Ja. Oh nee, ik wil u niet weg. Ja, nee, dat weet ik wel. Dat doet u ook niet. Maar ik heb nog meer te doen. Ja, natuurlijk. Ik zal hem uitlaten, hoor. Mm-hmm. Ja. En u zegt niks tegen uw man, hoor. Want anders loopt het misschien helemaal mis. Oh, nee, ik zal wel zwijgen. Ik ben toch zo gelukkig in de passage. Dat wou een Swiebert en de burgemeester ook. Ja, maar nu, joh. Nou, bedankt, hoor. Dag. Dag. Dag, hoor. Hoe is het koud, hè? Hoe dik, hoor. Dag. Het zal net feestelijk staan, zeg, boven de voordeur. Ja. Hier moet ik nog wat bloemetjes. Ja. En dan ook van onderen nog een beetje. Ja, zeg hem maar een gele van. Kijk een beetje uit, zeg. Anders zal de vloer een beetje verinnerweerd worden. Nou, zo, mooi. Ga maar eens even rood. Ja, alsjeblieft. Nee, niet met die kwast erin, dan wordt het toch paars. Nou, dat is toch ook mooi. Dat geeft toch niet? Ja. Nee, maar daar moeten nog wat bloemetjes, daar links. Daar links. Aan de linkerkant. Ja, daar nou. Ja, wat nou weer, zeg? Wat? Daar staat toch op gesloten? Oh, nou, wacht maar. Ik doe wel open. Het zal Hermanus zijn. Die komt de piano even kijken voor die moet gaan spelen. Ik heb gezegd, nou, kom maar even langs. Oh. Werk jij maar door. Ik doe wel even open. Ja. Dat zou je hem hebben. Nou, doe maar open. Wees maar beleefd. Brom! Hé, dat kan niet! Dat mag niet! Dat kan niet! Dat mag niet! We zijn gesloten! Doe die deur open, ik kom iets halen! Dat kan niet! Daar valt de boel om! Hé, dat kan niet hoor! Nee, jij komt vanavond maar langs! Ja, de cadeau heb ik! Nou, dan kan ik het toch gelijk meenemen! Hé! Nee, dat gaat niet, hè! De deur kan niet open, we zijn met iets bezig! Vanavond! Maar je kan een man als mij toch zeker niet voor de deur laten staan? Ja, het spijt me wel, als je me nou wil. Vanavond. Ja, vanavond. Ik heb bijna alles in het honderd wat. Ja. Zo. Vervelende man. Zo. Nou, was alles bijna in het honderd gelopen. Nou, we gaan er verder, hoor. Ha, die eigenwijze stinkert. Is hij er nou alweer? Laat maar. Jij nou maar in je werk. Dat krap ik wel op. Ja. We zijn gesloten! Dat zie je, het zat op de deur! Geen huh? Wat is het? Herman! Wat is? Wie? Herman! De Hermanus! Oh. Die man, die vergeet... Ga, meneer Hermanus, neem me niet kwalijk, kom erin. Ik ga gelijk de deur weer sluiten, hè? Ja. Meneer Hermanus. Wat leuk dat u morgen wil komen. Ja, dat is al vriend. Ja. Aha. Aha. Ik zie het al. Feestversieringen aan het maken. Ja, mooi hè? Tja. Ah. Nou, als ik zo rondkijk, dan zijn jullie morgen heel wat van plan. Ja, wat wil u? Een zilveren veldwachter. Daar moet een feestje van gemaakt worden. Ja. Zeg, meneer, daar staat de piano. Als u me even
proberen wil. Daar ben ik voor gekomen. Oh ja. Ja, nou gaan werken wij maar weer verder. Is ja, niet? Ja, natuurlijk. Morgen moet alles klaar zijn. Morgen is het versieren geblazen. Nee, maar wat een mooie papegaai is dat. Ja, hij heet Jaco. Is hij ook te koop? Nee. Een brave Jaco is niet te koop, hoor. Nee, voor geen 100 gulden. Wacht, volgen is het anders. Ja. Ja, dat is hem. Ja, dit is nog een spijl, hè, mannen? Ja. Het is wel een oudje, mensen. Oh. Gaat het er niet op? Nou ja, voor zo'n feestje, dat loopt wel los hoor. Oh. Oh. Saartje zei dat je me dringend even wilde spreken, veldwachter. Hm? Alsjeblieft, meneer. Ja, meneer. Ja, ik heb bezoek binnen, dus het kan niet te lang duren, veldwachter. Nou, meneer, de zaak is zo, hè. Ja. Cornelia en ik, hè. Ik en Cornelia, wij wilden een zaterdag naar de stad, meneer. Mm. Ja, een achterneef van Cornelia, die is... Ja, daar zijn we een hele tijd niet geweest, ziet u. Daar wilden we naartoe. Zo. Ja, en nu, veldwachter? Nou, meneer, dan wilde ik zaterdag een dagje vrij vragen, alsjeblieft. Zaterdag, zei je. Aanstaande zaterdag bedoel je dus? Ja, meneer. Morgen. Oh, maar dat komt alle belabberds uit, veldwachter. Je weet, onze gemeentesecretaris is met kerstverlof en de hulpsecretaris is ziek geworden. Het spijt me, veldwachter, de volgende week wel. Maar meneer, het moet morgen, hoor. Maar veldwachter, als je die achterin van je vrouw nog jaren niet gezien hebt, kun je toch nog wel een weekje uitstellen, toch? Oh, meneer, dat kan niet... Ja, erg jammer voor je, veldwachter. Ik had je juist willen zeggen dat ik je morgenochtend om 8 uur hier verwacht. Ik verdrink in het achterstallige schrijfwerk, veldwachter. Ja, meneer, maar... En dan moet je me heus meehelpen. Ja, meneer... Dus morgenochtend om 8 uur hier. Afgesproken, veldwachter. Tot die orders, meneer. Goed, veldwachter. Jongens, wat wordt dat mooi. Ik ben benieuwd wat mijn bron er wel niet van zal zeggen. Ik ben veel benieuwd naar wat hij er wel van zou zeggen. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, juffrouw Knellen, als hij het ziet, valt hij gelijk plat in uw armen. Wacht even door. Ja, kom jullie binnen. Direct wel even binnen, hè. Koop warme chocola. Ja, zeker wel, hoor. Graag. Zijn ze in de keuken bezig eten te koken en vlees te braden. Oh, mooi hè, Malle. Sarah is in het eten koken en het vlees braden. Dat wordt smullen geblazen vandaag. Ja, ga maar met een spijker. Hier dan. Gaat dit? Ja. Ah, voor elkaar. Laten ja, we naar binnen gaan. Heerlijk, laten we naar binnen gaan. Ja. Nou, kom maar mee. Ja. Zo, de lombignons, de champignons moeten we meenemen. Nou, hou ik dat dan? Nou, jij dat dan. Eigenlijk niet, hè. Maar vandaag... Pak maar een paar. Ook voor de anderen, hoor. Ja. Hebben? Ja, ook een flikje. Hou daar een boter op mijn kop. Nou. Hangt die? Ja. Hij hangt. Ja, ik zou zeggen, en mooi recht ook. Haal jij dit nou eventjes weg, hè? Ja. Dan ga ik de burgemeester... Nee. Ben ik? Ga ik de burgemeester naar voren bellen. Hey, goed jou. We zijn nu al in de feeststemming. Ja, hallo. Ja, goed. Kom. Ja. Veldwachter, ik moet je weer storen in je werk. Ik kreeg een telefoontje. Je aanwezigheid is dringend gewenst. Jij moet met me mee. Nu, meneer? Nou,
Maar dat kan niet. Dit moet allemaal nog gedaan worden, meneer. Veldwachter, dit gaat weer voor. Ja, maar... Een gemeentedienaar moet op elk ogenblik tot alles toe bereid zijn. Of ken je plichten niet, veldwachter? Ik ben plichten niet, meneer, natuurlijk. Tot u, jongens, edelachtwagen. Goed, dan gaan we vooruit, hè, ja, meneer. Meneer, ik zal even de deur sluiten, want als je verzaakt, kan die er wel in. Ach, die heeft nog immers de huissleutel, dat weet je toch, veldwachter. Ja, kom nog in. Ja, meneer. Ach, weer ander werk. Wat een snerdag, wat een snerdag. Veldwachter! Ja, meneer. En dat noemen ze nou 25 jaar getrouwd. Daar heb je hem, daar heb je hem. Hij valt vast voor in de armen van de burgemeester. Ah, wel nee, hij is alleen maar een beetje onder de indruk, mannen. Nou, meneer Herman is vlug achter de piano. Ja, en allemaal op jullie plaats, kom op. Ja, ja. Nee, de bruidegom toch zeker eerst, veldwachter. Cornelia. Dag allemaal. Dag. Dat hebben we nou eens mooi voor elkaar, Cornelia. Ja, ik begrijp het wel, mensen. Jullie hebben natuurlijk verschrikkelijk verlangend aan me uitgekeken, hè? 1, 2, 3! Wat zeg je nou? Hij komt hier uit! Hij komt er uit! Kom. Ja, ik ben benieuwd hoor. Wat hoor ik? Muziek! Oh, ze kwam je serenade brengen. Nee. Dat had je wel gewild, hè? Ja, wel. Oh.
Bravo. Bravo. Nou, dat gaan ze even bedanken, Cornelia. Meneer, hartelijk bedankt. Nee! Nee, natuurlijk niet. Meneer, hartelijk bedankt voor dit geweldige eerbetoon. Ik dank u, meneer. Mijn vrouw wou ook wat zeggen. Ja, wij zullen deze dag nooit vergeten. Nee, nooit, meneer. Nee. Och, je verzaart. En u bent zo schattig voor ons geweest. Nou, bedankt hoor. Geen dank. Ik hou ook wel van de facet, jongens. We moeten wel naar binnen, want het wordt een beetje koud. Ja, ja, ja. We gaan allemaal naar binnen. Kom mee, mannen. Allemaal naar binnen. De warme chocola staat klaar, hoor. Zo, ja, schatje. Heb je zin gehad? Mijn moeder zit daar al, hoor. Dag. Dag. We gaan naar bed, het is al laat. Dag. Oh, dank u wel, nogmaals. Dag, meneer. Nogmaals bedankt voor de bezoek. Oh, dag, meneer de dirigent. Dank je wel, Cornelia. Nou, ik kom morgen nog wel even helpen met alles, hoor. Nee, dat doe ik wel. Nee, even zaken, dat doe ik toch zeker. We zullen de duifjes maar alleen laten, Saartje. Tot ziens. Zoutje voor Cornelia. Dan gaan we daar. Dan wachten. Meneer. Dag meneer. Hallo voor Cornelia, nou is mijn beurt om het bedanken voor het genottigde en voor het genotene, hè? Ja, ja. Dank u wel. Dank u wel, Van Dijk. Ik had toch aan jullie te danken al deze... Hé. Ben jij hier de bruidegom of ik, zwiebertje? Hé? Ja? Oh! Oh! Oh, wacht even. Oh, meneer. Meneer, we hebben u veel te danken gehad. Het was prachtig, de muziek, hoor. Dag meneer. Zo, hè. Dat hebben we gehad. Oh, de mat zit ertussen. Oh, Cornelia, dat boek dat ik van je gehad heb, het is prachtig. Mooi. Hartelijk, ja, hartelijk bedankt. En al die mooie uniformen, Cornelia. En dat is voor jou, Cornelia. Van mij. Schat. Oh, wat mooi. Ja, schatje. Daar moet je nou heel erg zuinig op wezen, Cornelia. Het zijn half edelstenen. Ja, Brom. Net als op jou, hè? Ja, dag. Daar. Oh, Bram. Lieverd. Wat dacht je nou wel toen je al die versiering zag? En dat mooie schild boven de voordeur? Ja, wat dacht ik? Wat dacht je? Ik dacht, ik moet wel heel erg geliefd in het dorp zijn, Cornelia. Zeg, Cornelia. Ja, lief. Zouden wij samen nu nog heel even samen gaan zitten? Ja, eindelijk met z'n tweetjes, hè, Bram? Ja. Eindelijk met z'n tweetjes. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Siertje. Dag kindertjes. Dag Siertje. Dag kindertjes. Tot weer.